makkelijk, snel en betrouwbaar. Verzend vanaf nu geld naar Suriname via MoneyGram bij Haaien de Vries International Money Transfer met verschillende vestigingen in Paramaribo, Wanica en Nieuw-Nikeri. Overal in Suriname. Geld verzenden naar uw familie. MoneyGram, bringing you closer. Stamvaste radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Langs de weg, dames en heren. En natuurlijk een lekkere, zoals dat heet in de Verenigde Staten, een beef jerky, een snertstoep. Een snertsoep om mee te beginnen. Met andere woorden, een sneer in de richting van de mensen die graag achter slans willen toeven in deze in het verleden geheten LPI. Of dus hun domicilie of dat gebouw willen maken. Kijk eens aan. Met name de anti-vaxxers. Gestimuleerd door, naar eigen zeggen, mensen die geen anti-vaxxers zijn, maar wel heel kritische burgers zijn. Zoals mevrouw Dora, a.k.a. mevrouw artikel 148 grondwet. En u weet ook onze meneer Belly, de welbekende man van de Osodrezi. Ja man, beide exen. Beide zijn exen. Niet van elkaar. Nee. Maar beide zijn exen. Ex-vallende sterren. Mini-sterren waren ze eerst, maar nu vallende sterren. Of u bedoelt uitkeringstrekkers. Ik weet het niet. Nee. Het zijn geen exen van u of van uw buurman of uw buurvrouw, maar van een ministerie. Niet een ministerie op een brom, of een min op een brom. Nee. Ik bedoel, je begrijpt wat ik bedoel. Het is geen min op een brom. Want een min op een brom gaat als volgt. Tello, aanrijding Bami. Kijk eens aan. Dat is die min. Maar met deze bedoelen we ex-ministers. Kijk eens aan. Eindstaand Bami. Dus, nee. Deze zijn ex-ministeren. Nu gevallen sterren. Die een beetje aandacht behoeven zijn, blijkbaar. Of beter gezegd, hulpbehoevend zijn. Want het zijn uitkeringstrekkers voor het leven geworden, dankzij dit fascistisch politiek systeem van bestaan in Koendering. Er zijn zoveel medicijnen op de markt die afstammen uit zeer dubieuze bronnen. Maar ik hoor jullie niet daarover. Sterker nog, ik hoorde jullie niet toen Viagra ons welbekende blauw pilletje zijn intrede deed op de markt in Koendering. En het kwam zelfs in handen van bekende politici, waarvoor we nu moeten zingen tot mijn grote spijt, Nanga Palem Ding Gwe. Sorry. Bekende politici snoepten eraan zonder de bijsluiter te lezen of de huisarts even om advies te vragen. Politici en de politiek, blijkbaar, hun motto was toen: Giro Blauw, pas bij jou. Ook was de geestelijk gestoorde leider van Bouta Meistel toen. En was blijkbaar toen, als ik een column mocht lezen van mijn zeer waarde topcolumnist meneer Brave, op weg naar betere verbindingen. Ja, bij Tele Duur. Ja, met een D. Wij mogen hun, althans de leiding van het bedrijf, alweer gaan sponsoren. Op weg naar betere verbindingen. Dus en als zodanig dacht de geestelijke gestoorde leiders: ik ga het overdoen, maar in een ander verband. Dus op weg naar betere verbindingen heb ik mogen lezen om uiteindelijk Teleduur te worden, of te zijn verworden. Althans, een gepaste naam voor zijn kerk, zijn gebedshuis, / zijn godconcessie. Dadelijk gevestigd te Flora A, maar geen Flora B. Waar onze, nu komt het, milieu vernietigd wordt, terwijl de president harde afspraken is gaan maken in Glasgow, worden met de complimenten van deze gasten onze milieu vernietigd. U mocht het vandaag weer lezen, 12% meer ontbost in Koendering. Hebben we nog het recht om ons voor de gek te houden als groenste land ter wereld? Ja, hallo, soort oppervlak. We waren toch ook ooit 17e rijkste land ter wereld. Nu zijn we Pinabai geworden. Geen Dubai, maar Pinabai. Bij deze, dan maar.
Mooi zo dan. Hey, zoals milieu, hè, deze geestelijke leiders die ons milieu vernietigen. En zoals Hoefdra dat deed met de economie van Kondre, met zegen van onder andere Rabin de Knieler, die vandaag de dag weer heel veel te vertellen heeft. En de man die werelds honger, ja, zo makkelijk zou doen verdampen. Ja, ik heb het over de man van 60 miljard, meer bekend als Aladdin bij u. En dat is geen Elon Musk. Ja, is geen Elon Musk, maar de man van 60 miljard, zijn excellentie Aladdin. Dus, bij deze dan maar. Voordat ik verder ga, wil ik eventjes toch een opmerking maken. Gelukkig komt het in me op. Er zijn mensen, het zit er lang in een vak, die zie. Ik weet naar wie je moet luisteren en naar wie je niet moet luisteren vooral. Laat u niet voor de gek houden door mensen die op YouTube hun verhalen komen vertellen. Ja, wat voor verhalen komen ze vertellen, gesponsord door Aladdin en Mr. Yubosa. Mr. Shah Rukh Khan. Weet je maar, S. Aluno, oud-minister van Luf geweest. Deze mensen komen met allerlei tories en het is gangbaar geworden in Kondre. En dat vind ik, wat ik daarvan vind, ik kan erom lachen. Maar wat erger is, en dan ga ik in mijn betoog dadelijk bewijzen hoe gevaarlijk dat is, ook met de QAnon conspiracy theory daar in de Verenigde Staten. Wat voor bizarre vormen het aanneemt. Dat nu in Suriname, allemaal bij YouTube, de Mabwasani. Ik heb de bewijzen! Ik heb de bewijzen, dames en heren. Alle bewijs mee op, ja. Maar hebben we ooit een bewijs mogen aanschouwen? Onder ogen mogen zien van deze gasten? En als je zoveel bewijzen hebt, waarom niet naar de procureur-generaal toestappen en als burger, als presentator of als idioot achter een YouTube-programma in mijn willen nadoen? Ja, zoals ik dat jarenlang heb gedaan. Maar goed, je mag het proberen. Het gaat je toch niet lukken. Te groot voor een servet, te klein voor een tafellaken. Nou, ik wil je deze zeggen. Wanneer jullie uit jullie waffer blaren bewijzen te hebben, kom maar lekker op. Hou dit volk, dit gullible, goedgelovig volk, onderontwikkeld volk, niet voor de gek. Ze willen voor de gek gehouden worden. Dat weet ik ook. En jullie weten hoe jullie die zaken moeten bespelen. Goed geleerd vanaf 2009 of 2010. Echter, wanneer je bewijzen hebt, deponeer het waar de bewijzen thuis horen, bij het Openbaar Ministerie. Dan nog op een achter echte man, zwaaiend met papieren en zo bewijzen. Ja, wat heb ik eraan? En weet je wat erger is? Als jij, en de wet heeft daarin voorzien, als jij kennis draagt van mogelijk strafbare feiten en zegt dat je bewijsmateriaal hebt, doch dat. Onder armschotel of in je jockeyhout of onder je matrasstop, ben je even vervolgbaar. Laat dat maar even gezegd zijn. Is dat het ook voordat ik verder ga? Waar waren, dan ga ik terug bij mijn lieve ex-ministerren tegenwoordig. Ik moet ze geen antifaxers noemen. Ik moet ze wel geleid door hun geestelijk gestoorde leider. Nee, ik moet ze noemen kritische burgers. Waar waren eerder genoemde kritische burgers of ex-ministerren toen onder hun toezicht op Juspol gewoon langs de weg bij Omusnesi om de hoek je kon verkrijgen en of kopen paracetamol van een diaspep, nou, komt nog in woord toesamno, takifalium en zelfs antibiotica. Heel gevaarlijk als dat niet wordt toegediend zoals een huisarts dat u voorschrijft. Een kuur. Heel gevaarlijk. Waar waren deze minister op Juspol toen? Waar waren de toenmalige ministers van controle, dienst, economische zaken en van volksgezondheid, dat cluster daarvan? Maar vooral deze kritische burgers en juristen. Anderen waren docenten verbindenisrecht vragen. Hallo, onder jullie hoede werd er een show opgevoerd. De Comediazo. Geweldig zijn wij. Maar Omusnesi ben zeer. Paracetamol, Valium, noem maar op. En voor alle antibiotica heel gevaarlijk. En daarvan kreeg ik nog koorts.
En dat is geen COVID-19 hoor. Hebben jullie toen je verantwoordelijkheid genomen als vetbetaalde, in Prado rijdende ministerren, tegenwoordig gevallen sterren, blijkbaar daarom op zoek naar aandacht? Interessant. Grappig is dat vele antivaxxers hun grenzen bij wat heet het kritisch zijn, daarmee nogal wat selectief mee omgaan in handelen. Want wanneer het gaat om botox, injectie, om de lippen, om naar klei te lijken, isabi toch, wij hebben mooie lippen. Isabi, no? om je wenkbrauwen, no? om wat dikker te maken, isabi toch? Vooral de vrouwen, isabi toch? Voor een play, mooi. Dat injectie, dat nog gevaarlijk. Nou, injectie, dat die. Blijkt gevaarlijker te zijn voor je eigen gezondheid dan een injectie tegenstaan voor felle strijd. Interessant. Trouwens, Horeca gefeliciteerd met 2 uur extra, hè, hier in lockdown. 11 uur, hè, als ik het goed heb. Goed zo. Dus daar zijn jullie wel heel selectief, vooral Dora, daar ben je heel selectief in, wat things, heb je toch, maar pot botox en zo. Daar heb je geen mening over, een kritische burger blijkt. Om de wenkbrauwen op te vullen, even op te pompen, net een voetbal. Met gevaar voor eigen gezondheid. De ladder van wat heet het kritisch zijn, is bij deze dan wel heel erg laag, hè? Vraagteken. Ik vind het leuk. 18 minuten zijn we al bezig. Alles goed met je? Top, krijg ik hier. Hoe gaat het met jullie? Regifa, alles lekker over Ufa. Oké dan, ik kom bij Aludin dadelijk. En dames en heren, dan laten we verder gaan. Aludin zei, het gaat 3 keer slechter in het land dan voorheen. Daar heb ik Aludin eerder van repliek gediend. Meneer 60 miljard, jij zou honger in de wereld à la Elon Musk als te zijn de filantroot kunnen verhelpen. Waarom doe je dat niet? En dan te kletsen en in de ruimte. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Jij met je Alu en Roti. Vandaar hebben 2 vrienden van me een welbekende pokoe voor jullie gemaakt. Alleen heb ik weinig tijd om dat in de ether te gooien. Wat een man zeg, echt waar. En de man, je weet toch, ooit hier werden wij, mensen als ik, al hier op dezezelfde zender verwezen om naar India te emigreren als we kritiek hadden. Ik denk dat dat slaat op Aludin. Dus ik voel me bij deze niet aangesproken. We fietsen lekker door, zoals iemand dat mij heeft geleerd. Oké, dan hoor. Ach, wat moet ik zeggen, dames en heren? Anders, of wat moet ik anders concluderen? Daar blijkbaar Dora ooit, en nu komt het, rustig, Nolafu. En ik herhaal, ach, wat moet ik dan anders concluderen dan het volgende. Dat mevrouw artikel 148 grondwet, a.k.a. Dora, ooit een eed heeft afgelegd bij haar intrede in de publieke sector als vallende ster of als dikke ster, om te alle tijden de burger te beschermen. In deze niet zomaar de burger, maar wel te verstaan de hamburgers. Kijk eens aan. We gaan even naar een pokoe à la Rootboy, A Shuffling, Kinky Reggae, nomi man. Met Apple Gabriel en consorten. Ga niet ze even. Ja maar, dat pas zo de maand in deze Rootboy, A Shuffling, Kinky Reggae, toch onfred. De boys aan de kapperszaak, no, de naar Raoul van Wakkas Revi. En ik heb uit Nikeri net vernomen dat niet de vorige regering, de Matak de Malib Moninabaka, kom ik dadelijk op. De mannen hebben gaten achtergelaten, meer. Apassie de Vrij redelijk, een stuk bij Hinar, als ik het goed heb, Wageningen of Hinar. Nou, de 100 ET, maar je kan wel rijden. Kijk eens aan, je belangrijkste weg hebben ze 10 jaar, 11 jaar, nee, meer dan dat, laten liggen. Je belangrijkste productieweg, Foucault André.
En dan komt Aludin praten dat het 3 maal slechter is. Niet op zijn bankrekening. Daar kan ik u mee verzekeren. Oké, dan. Daar gaan we verder. Maar iemand vroeg mij om nog een keer mijn pseudograp in de eten te gooien. Ja, Dora heeft ooit in het parlement een eed afgelegd van ik word minister en ik zal ten alle tijde de burger beschermen. Maar ze bedoelde de hamburgers. Oké, dan. We gaan verder. Langs de weg, dames en heren. Hoe dat doet Veritide. Dan hoorde ik langs de weg dat het vorige regime veel geld zou hebben achtergelaten. Man, man, man. Men is blijkbaar zo spaarzaam geweest, dames en heren, dat men uit vrees voor nog meer DDB, Doxa Daru en Barra, en nog meer Alu en Uien, ja, na afwijzing, massale afwijzing van het electoraat, direct het hazenpad heeft weten te kiezen of koos in het verleden tijd. Voltooid wel te verstaan. Zoiets van Chan. Hey Chan, neem maar, want Centrale Bank van Suriname is even vol als uw septitank na 10 jaar. Kijk eens aan. Dus Akahari en Akantrusu en Akansuari bij deze dan maar. Daar heb ik langs de weg aan deze zeer spaarzame paarse communisten, zoals ze zichzelf profileren en zelf zeggen dat hun ideologie daaraan grenst. Daarom hebben jullie, dat wil ik dan direct daaraan koppelen, jullie geweldige NDP'ers, de paarsen, met een communistische ideologie. Mensen, ja, niet de bourgeoisie, zoals Ramon Abrahameke. Nee. Maar het volk in de steeg gelaten, zo ook de paasgekleurden, te Schotelweg daar te Lelydorp, om ze voor de gek te houden, net voor de verkiezingen, met het willen dreigen van hun weg te verharden. Eindstaand alleen maar horden die doet zelfs, die horden, ja, die doet zelfs het IMF blozen. Even op Lelydorp blijvend, toen de Kranenweg gedeeltelijk verhard werd, 2,2 kilo, als ik het uit het hoofd nog in de ether mag gooien, onder voorbehoud, werd beloofd door onder andere Suresh Alu en Hans Worst, meer bekend op dorp als Hans Sang Lee. Ja, die is intussen Chinees geworden. Hans Sang Lee John. Dat al daar de groentenrevolutie zou uitbreken. Eindstand, die landbouwer en ik ken ze al daar, zijn achtergelaten en overgelaten aan de inhoud van een gramaxoonfles. En zij die zo schreeuwden. Ja. De goden der paarsen in de portemonnee meer biljetten hebben, waren foto's sieren van de founding fathers van de United States of America. En die als zodanig verheerlijken. Wow. Beetje Germaans in de eten speciaal voor de superintellectuele Sani Aludin. Kijk eens aan. Misschien begrijpt hij het nu pas. Ik betwijfel of de heer Kensen zonder met veel huizen bedoel ik, of Melvin Bouwvallig zullen schaal kunnen begrijpen. Maar ader verplicht. Dus ik gooi het aan hun pseudo-intellectueel. In deze, langs de weg, wat te denken van de Tulifo weg richting highway. Weg te land, de dageraad weg. Dan wat te denken van mijn karwantu passie. Land van Dijk de passie dapper. Onder water steeds maar. Tja, olo, weg naar Domburg. Niet te vergeten de Parabrug. Onze zogenaamde highway even voorbij Latour. Nu pas is het aangepakt. Nu pas kan je volle bak al daar zonder te vrezen dat je een hoe heet zoiets? Lekker banden of een. Nee, dat heeft geen lekker. Een. Poem. Nou ja. Dat je band al daar het zal begeven. Kijk eens aan. En dat zijn even wat voorbeelden. Om aan te halen. Of een poging zulks te doen. Om te begrijpen. Waarom al deze projecten. Door paars naar planeet Mars zijn gejaagd.
terwijl, naar eigen zeggen, veel geld was achtergelaten en daarom zitten Kromo en Hosiel en Robert Range Rover als Slans Rovers achter hun slot en grendel om hun lot af te wachten. Misschien is het geld, ja, van hun of bij hun, wie zal het zeggen? Feit is dat de ondernemers toen niet betaald zijn geworden, dus de werkzaamheden zijn kort voor de verkiezingen stopgezet. Hoe dom kan je nou zijn? Of zeg heel opmerkelijk, daar in de politiek juist in een verkiezingsjaar vet uitgevoerd moet worden om de burgers hun attie om te kopen. Het zal bij geen enkel politieke partij anders zijn, ook niet in het buitenland. Dit is nou wat blijkbaar politiek is en politiek. Daarom verschilt politiek van wetenschap die dat bestudeert, wat heet politicologie. En twee totaal andere zaken. Want deze populaire projecten, kiezers geilen daarop. En politici moeten weten wat heel populair is om het uit te voeren. Mensen verlekkeren in de portemonnee, prijzen omlaag houden, infrastructuur, dat is heel populair bij de Surinaamse burger. Die pakketten moeten we niet aan beginnen. Ik heb altijd gezegd dat mensen die hun vingers branden aan pakketten zijn dieftig bezig. Zijn corrupt bezig. Punt uit. Of, laat me het netjes houden, zonder een beschuldigde vinger ergens heen te wijzen, dat het corruptie gevoelig is. Ik denk dat dat wat netter in de ether gegooid is geworden. Oké, dan man. Ja, een paar extra lampen. Ik zie dat het ook slecht gaat hier. Een paar extra lampen zou in de studio niet misstaan. Heb ik nog wat? Wacht, ik kom naar Casus Liberia. Dus op zich heel opmerkelijk daar in de politiek, juist in het verkiezingsjaar, zaken uitgevoerd worden waar burgers op geilen. Blijkbaar was meneer Arrogantie doorgedrongen tot de topbraas van de Paarse Partij. Helemaal vermenselijkt of bemenst door de heer, meneer de helikopter, Abraham de Pimper. Kijk eens aan. Kan je arroganter tegenkomen? Nee. Waar waren toen die ondernemers, even kijken naar mijn tijd, nog een half uurtje te gaan. Waar waren toen die ondernemers die gratis gingen werken voor Paars? Weet je nog? Een graafmachine-eigenaar daar, die naar eigen zeggen gratis de Magentenkanaal ging ophalen voor zijn baas. Meneer, gratis. Met paarse vlag op uw graafmachine, waar bent u nu? Of was het schijn, schone schijn? Keeping up appearances, weet u nog? Met Hyacinth, schone schijn. Kijk maar naar comedy, old comedy serie uit van de BBC. Schone schijn, zoals toen. Jotelal van de Hendrikstraat met een D. Jotelal van de Hendrikstraat zei dat hij zoveel van Suriname hield om daarna een scheidingsverzoek in te dienen. Einde huwelijk. We zijn gewoon een greedy, corrupt volk. En dat in alle geledingen, in alle lagen der samenleving, ook bij ons bankwezen. Jullie genieten al, door onder andere onze kasreserveaffaire, weinig tot geen vertrouwen in de samenleving. Nu zijn jullie of enkele of één, maar dat is ook al te veel, één der medewerkers vanuit bankwezen, die zijn ook al niet te vertrouwen. Kijk maar een dame bankier, die Centrale Bank van Suriname buiten de bank om wilde spelen. Ze heeft mensen blijkbaar vet getild en is zelfs ontvoerd en misschien mishandeld geworden. Dat die dame dieftig is, om de woorden van Weiland Voren in de mond te nemen, dat is een feit. Maar kijk even over de toonbank heen, dan zie je de burger of de kapitalisten die even sluw Kondre wilde pakken. Die even sluw, net als die dame ook, de boel probeerde te tillen. Dus wie is de dief in deze? En dan eigen rechten gaan spelen, dat wordt in de dagvaarding zeker meegenomen. En het gaat een
Het gaat zwaar wegen als de rechter overgaat tot veroordeling. Nou, hiermee is alweer bewezen hoe corrupt de doorsnee Suriname nou is. Daarom zou het me verbazen dat de internationale gemeenschap, zoals tussen aanhalingstekens in Glasgow schijnbaar is uitgesproken, miljarden gaat pompen in Condre, dus in verband met de beloftes gedaan te Glasgow, wanneer zij ook en wij ook weten dat moe gestreden stichtingen en bedrijven die niet slapen omdat ze moe zijn, ineens wakker zullen worden of kunnen wakker kunnen schrikken als ze ineens horen: it's all about the money. It's all about the ding 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 ding. Nee. Sterker nog, wanneer de internationale gemeenschap weet dat grote spelers in de politiek der natie de actoren zijn of acteren, niet als Brad Pitt, maar acteren als MS-13 als het om ons milieu gaat, die acteren als milieuvernietigers, deel uitmaken van de politieke top en religieuze elite. Dat is pas grappig, hè? En dan mocht ik vandaag lezen dat ontbossing en stuw gestegen is met 12%, met de complimenten van het grootste of groenste land ter wereld, doet denken, net als een cliché, 17e rijkste land ter wereld. Het zijn maar alleen maar fabels, dames en heren. Fabels. Oké dan. Jongen. Infrastructuur investeren is belangrijk. Je ziet dat Amerika ook een wet heeft ingenomen met misschien een triljoen of wat meer in infra te douwen. Nee. Een heel pakket is triljoen zoveel. Het zal niet zoveel zijn. Maar ik zeg u dat ik vanmorgen via CNN heb vernomen dat China ruim $800 miljard vorig jaar in infra heeft uitgegeven. Kijk eens aan. Oké dan. Dan ga ik lekker verder. Waar was ik? Nu ben ik vergeten waar ik was. Grappig, hè? Dat juist de politieke elite, de kapitalisten in dit land, de grote milieuvervuilers zijn. Dan waarom zou de internationale gemeenschap daarvoor moeten betalen? Dat is maar een vraag, een opmerking, als ik in Glasgow zou zijn. Maar ik ben daar niet gezegend voor, blijkbaar. En langs de weg verlangen we, zoals beloofd, naar transparantie in plaats van transpireren. Of uw stichtingen en bedrijven slapend zijn of in coma liggen, niet door corona, hopelijk. Want dadelijk, als ze gevaccineerd zijn, ineens wakker schrikken en dan zijn ze niet meer failliet. Dit levert een bewindsman, of een bewindsvrouw in deze, een vet brevet van ongeschiktheid op. Ik zou als minister in deze zeer zware tijden, met grote inflatie, ook van de US dollar, met als gevolg stijging van producten, maar vooral van diensten, een bottleneck probleem van de leveranciers in de VS, is er tussen, dat kan ik u vertellen, zag ik ook. Zijn producten tussen de 3,7 en 4% omhoog gaan. Europa bleef niet achter en natuurlijk Tata ook niet. Dat wil zeggen dat men lokaal zeer creatief beleid moet uitvoeren. Zoals ik net een voorbeeld heb gegeven. Vorige week heb ik toch een voorbeeld aangehaald om de opslagkosten op haven te minimaliseren en die besparingen in de prijzen terug te zien. Een mattie van me, dames en heren. Maar Matief Mama gaf me een tori. Wacht, mijn apps even. Amana autodealer. Dan maakte hij het volgende. Verleden, wat was het? Auto's invoer was tussen de 2850 tot $3200 in 2018.
Nu is het bijna, een container, bijna $16,000. En nu komt het. Minister, regering, luister. En hier gaat het om. Vorige week heb ik het gehad over hoe de container snel naar buiten, naar plaatsbestemming moet worden gebracht. Om opslagkosten te doen voorkomen. Wat doorgewerkt gaat worden in de prijzen. 2 weken een auto daar laten staan. Opslagkosten $500. Daarom zeg ik, dames en heren. Ik vind het leuk. Hè? Niet iedereen heeft recht op een eigen mening. Maar geen recht op een eigen realiteit. Maar de realiteit. Met andere woorden, facts matter. Dus dat werd mij verteld. Als zo'n auto daar 500... dat de dealer 500 extra voor gaat betalen, gaat hij dat toch doorberekenen. Dat is toch logisch. Trouwens, ik heb van mensen begrepen dat ook de Japanners intussen de Surinaamse streken al door hebben. Dus de auto's not so cheap morgen. En trouwens, er is mij geadviseerd door auto's voor bouwjaar, Toyota's voor bouwjaar 2005, Efi Abeng, Reyaman Telek Abroko, blijkbaar den dat Minosabi. Ik hoop dat het waar is. Want importeur het tegen me. Amatak de Marat Moro Stevi. Kijk eens aan. Of het waar is, weet ik niet. Ik geef het gewoon door. Neem het als een... De broodje aap. Verhaal. Ai. Abu Ube de Jason. En dan moet je in moeilijke tijden, in COVID-tijden, in economische barre tijden, achtergelaten natuurlijk, dan moet de regering creatief beleid maken. Hoe kan, dames en heren, dit is mijn vraag, gaat u naar de winkel, hoe kan een bliksap uit Trinidad en Tobago, TNT, prachtig mooi verpakt in een blik, Lekwang Heineken, want je want wel te verstaan, 15 SRD kosten, en een lokaal geproduceerd sap, een simpel plastic flesje, niet eens mooi, van alsjeblieft, ook 15 SRD, in de schappen tentoon worden gesteld. Nota bene, verschrikkelijk zoet. Dus zou minister Ramadine boos moeten worden. Want de drempelkosten zijn natuurlijk verhoogd. En de drempelkosten lijken nu wel heel veel hobbels te hebben. Die niemand minder dan de president moeten wegnemen. Op weg naar Rome. Sorry, op weg naar het IMF. Kijk, als minister zou je... Eigenlijk zou je slapend, zoals de stichtingen, naar de president, wakker worden, naar de producent kunnen toestappen en zeggen, jongens, dit is niet goed. Suiker is een importcomponent. Unadalak, ba, we besparen. Dus besparen in een tijd waar de wereldeconomie klap na klap krijgt. Olieprijzen, isabi toch, gaan omhoog. Die olieprijzen bakken je eigen vet. En intussen zou een minister van Volksgezondheid moeten werken terwijl economische zaken bezig is met waarmee ik zeg van jongens, je gaat produceren sap, minder zoet, waardoor je meer kan produceren, idee pimde, waardoor je werknemers compensatie, koerscompensatie kunnen permitteren. Je produceert meer, we hebben minder mensen met diabetes rondlopen, idee pimde. Intussen zou de minister van Volksgezondheid kunnen werken aan wetsproducten om het gebruik van suiker en zout te ontmoedigen en regels daarover te maken. Maar daar heb je wel de wetgevers voor nodig. Dus de vraag is of het wel dat kan geschieden indien toegang tot de toko, nota bene de toko die de wetgevers moeten controleren, hun de toegang wordt ontzegd. Toch, meneer Jogi? Ze heeft ze dat bijna. Oei! Ik denk dat men hier aan moet gaan werken om een gezond volk te kunnen opvoeden om meer werkuren uit te halen. Productieve werkuren wel te verstaan. Met een goede weerstand tegen COVID om zo'n volk op te voeden. Eigenlijk is het een morele verplichting van een overheid. En duurzaam is het ook. Minder zoet in sappen. Daardoor kan je maar, ja, dus zoals ik eerder zei, meer flessen produceren. En lekkerder ook nog. Vooral gezond volk.
Nota bene in een tijd van COVID, een tijd van grote uitdagingen. Een tijd van economische wereldoorlogen. Zie daar hoe men slaapt, zoals hun stichtingen en bedrijven. Bouta zou zeggen, die stichtingen en bedrijven zijn moe. Kijk eens aan. Alles gaat omhoog. Alles gaat omhoog, dames en heren. Dus net pokum tjentje. Omhoog, omhoog, omhoog. Oké dan. Ai. Alles gaat omhoog. Zelfs over de drempels rijden kost je tegenwoordig 300 gulden. Ja toch? Dat zijn toch de drempelkosten. Nu, ook bij de bank alles omhoog. Dat moest ik even aankaarten van de mensen die ik langs de weg tegenkwam. Onze bankiers die de volgende relevante vragen voorhouden. Waarom moeten we die fees betalen bij de ATM? Om pinnen, met andere woorden, is omhoog. Nou, met als argument, jullie zouden geen winst daar maken. Lekker interessant. Misschien zouden jullie bankiers dat moeten gaan verhalen bij de bankdirecteuren en directieleden die het beleid hebben gevoerd, zoals toen bij de DBS, de Surinaamse bank. Want u kent wel hoe er miljoenen konden worden gepind. Meer dan 1 miljoen in Amerika. Zonder dat men wist van ammonie. Ftsi, kijk eens aan. Is er daarover ook fees betaald? Of is dat gratis gedaan? Vraagteken. En nu tijdens een pandemie, terwijl wij allemaal opleveren op weg naar monetair herstel, maken jullie bankiers het moeilijker voor de president door populistisch te willen doen. Dankjewel hoor, dankjewel. Ik moest ook vragen, indien waar, waarom jullie vasthouden aan daglimieten van 1000 en 2000 SRD, gezien de enorme depreciatie van de SRD, ook van de US dollar. Want men vindt dat jullie bankiers daarmee mensen dwingen om vaker naar de ATM toe te lopen en dus meer van hun bankrekening in te houden. Men vraagt zich af of dit geen vorm is van afpersing. Interessant. En ziet het als een van de hobbels die niet het IMF, maar wel minister Achaibersing zou moeten wegnemen. Alweer de beruchte drempelkosten, hè? De vele schakels die worden opgeworpen, zoals de president tot zijn ergernis ettelijke keren continu aanhaalt. Maar blijkbaar luistert niemand. Toch, pres? President geeft juist een paar problemen, maar nou, maar juist voor losse problemen op. Nee, maar creëer more hobbels. Megado. Kijk, we hebben een vrij onderontwikkeld volk. Zo is dat. Met ook wel heel veel zwart geld in omloop. En ook heel veel senioren burgers, analfabeten. Dat wil zeggen dat deze generatie nog lang niet ready is om digitaal zaken te kunnen doen. De cash-economie is nog wat een rockformatie ooit zei. In hun lyrics, alive and kicking. Kijk eens aan. En dan wil ik even naar iets anders gaan. En terecht zegt minister Matura bezorgd te zijn over integriteit binnen een korps, dus binnen de militairen en ook bij de politie. Lijkt wel een crime syndicate te zijn verworden. Namen van mensen worden zomaar de ether ingegooid. Wacht, ik kom daarbij. Minister Economische Zaken, 13 minuten. Aloudin had ook gezegd, dat moet je niet vergeten, als je leugen 100 keren herhaalt, het dan de waarheid wordt, met andere woorden. Ai, de schotelweg wordt binnen één. Ai, men mag natuurlijk grappen op de app, natuurlijk is dat mogelijk, maar ik wil even wat over integriteit zeggen. Wanneer ik foto's hier heb bij mij, dames en heren, laat me die YouTubers niet spelen, maar ik heb die foto's, ik kan u niet wijzen. Ik wil dit eerst doorgeven dat wanneer we een land, een economiepresident willen herstellen, moet ik het doen, moet ik het niet doen? Laat me het niet doen. Ik ga het wel voor de president, voor het kabinet sturen. Wanneer politie
auto's en politieagenten ergens zitten zich te verlekkeren waar illegale sigaretten worden verhandeld. Weet u wat het de staat allemaal kost met al die van de manier tradition van 20 SRD? Alle sigaretten van 10 SRD, we kennen herkomst ervan niet. Sigaretten zijn slecht, dat weten we. Terwijl Dunhill bijna 90 IDPND. En al die nepsoppies die in Koendere is, heb je toch? Waarom treedt men niet hard op Dappe? Dappe a Koendere en lasmoni president. En dat weet de president natuurlijk ook. Waarom worden tegen deze kapitalisten, deze smokkelaars, deze mensen die ons steeds meer laten betalen om door hun te doen, gaat de economie naar de Filistijnen? Je weet, in Nederland zegt men, betre kiroans ma in een smokkel sigaretten. Wat als trafo, de wetgeving. Dappe. Nee, pleianga hier vooral, te de man besmokkel toen der tijd uit Polen, de sigaretten, de nep Marlboro's. Usabi? Kijk, stof tot nadenken. Bij deze dan maar. Dan heb ik dat even afgehandeld. Ik heb nog 10 minuten. Waar was ik? Ai. En dan zie ik ook langs de weg dat men tijd heeft om... men wil leuke jongen of leuke dames spelen. Dat allerlei namen de eter worden ingegooid en getipt als te zijn de opvolgers van de huidige minister. Er zouden 5 mensen... Daar wordt geschreeuwd af fake news. President zou 5 ministers... reshuffelen of ontheffen of weet ik veel. Worden namen hier en daar links genoemd. Niemand weet van iets. Waarom nemen jullie je tijd en moeite om geruchtenstroom om Mofokranti als te zijn de feiten in de ether te gooien? Maar vandaar dus, vandaar, en daar ga ik mee blijven, vandaar dat ik steeds en systematisch aanhaal, iedereen heeft recht op een eigen mening, ja maar natuurlijk, maar niet op je eigen realiteit. Facts matter. Daar ga ik blijven herhalen. Oké dan, tot zomer dan mijn man. Allemaal losse vlodder in de ether. En ik hoop... Dat rap, dames en heren, langs de weg hoop ik dat rap de oliedorrels zullen binnenstromen of kunnen worden verzilverd. Daar men in de wereld met rap tempo, ja, dat is ook in Glasgow besproken, overstapt naar schone energie. En dat de productie van fossiele energie, dat de productie daarvan zal blijven, niet de productie, maar, van de magering? Niet de productie zelfs tegen, maar de exploitatiekosten. Ik hoop niet dat we de boost, zoals wij dat altijd doen, in Koendere weer gaan missen. Lees maar het fantastisch artikel in de Ware Tijd met de complimenten van mijn jeugdvriend. Daar heb ik het over Vincent Roep. Kijk eens aan, van Leedorp ook nog. Ai, dan en dan vraag ik u ook op om een column Iwan Brave, daar heb ik geen tijd voor, jammer genoeg. Hoe men in Suriname bevolkingspolitiek voert om aan zetels te komen. Een racistisch kiesstelsel behelzen we. Langs de weg was ons beloofd om dit fout stelsel te herzien. Ik kijk naar uit. En 70 miljoen, dames en heren, wordt door de president in januari nou, ter koopkrachtverbetering de economie in gepompt, speciaal voor de ambtenaren. Kijk eens aan. Nu vraag ik mij dan wel af hoe dat bij de hosselaars gaat zijn, zoals mijn persoon, en bij de mensen die bij de particuliere sector werken. Kijk eens aan, maar daar heb ik dadelijk even rap ook over te zeggen. Laat me heel snel zijn, mijn tijd is zo om. Nu, minister Agaibersing nog steeds, nadat het Olympisch vlam al is gedoofd, met het IMF de 400 meter horde aan het lopen is, is er ook wel eens goed nieuws. In deze dan dat de IDB Groep 450 miljoen Amerikaanse dollar voor Koendere heeft gereserveerd in de economiepomp. Kijk eens aan. Er zal een koopkrachtversterking komen, zoals ik zojuist zei, van 700 miljoen. Dat zal worden gepompt door de regering. Zal dit geen te veel M1? Mijn vraag is, zal het niet in economische termen sprake zijn van te veel M1 in omloop, waar de koers, wat nu al gebeurt, de koers gaat stijgen? Dat is maar een vraag.
Dat laat ik aan de economen over. Maar niet aan een econoom als onze Abdulletje. Nee. Die is een zaad-econoom. En dat alleen... Ja, je weet toch, je plant met zaden. En dat alleen maar voor de ambtenaren. Zie daar de boutaren. Zie daar, boutaren, wie u dienstbaar moet zijn. Niet alleen dankbaar, maar vooral dienstbaar moet zijn. Niet die gasten die u in dienst hebben genomen onder valse voorwenselen. En uw salaris niet konden betalen. En zijn weggerend naar hun verlies tijdens de verkiezingen. Maar president Chan, Chandrika Prasad Santokhi, die u belooft dat niet thuis te parkeren. En heeft hij niet gedaan. En steeds koopkrachtversterking geeft. Om uw aloroti te gaan kopen. De vraag is, hoe komen de hosselaars en de mensen in de particuliere sector aan hun koopkrachtversterking? Want langs de weg geldt nou heel toevallig de norm gelijke monniken, gelijke kappen. Dan wil ik even een tori aan u geven tot slot. Heel rap. U weet wat met fake news. Ik blijf het maar herhalen. Wat zei ik zojuist? Iedereen heeft recht op een eigen mening. Maar niet recht of geen recht op een eigen realiteit. Facts matter. En u weet dat de secte Trump, de QAnon genoemd, wat er gebeurde afgelopen week. Allereerst moet ik u waarschuwen dat er een trend is in de wereld en ook in Xi, waar kapitalisten en mensen met paisandu, met doek lacel, miljonairs zijn, zich voordoen als filantropen, als mensen die uw leven beter gaan maken, uw pras osso gaan weghalen en uw villa gaan dumpen. Het is niet waar. Als filantropen, de agenda van de kleine man, zich eigen maken, dus van u kapen om in het machtscentrum te blijven. Zie maar hoe miljonairs zich als vliegen vastplakken aan de president. En daarom zeg ik, haast wekelijks, president, past u op. Want elke regering heeft blijkbaar zijn eigen Ramon Abrahams. Niet alleen de politieke elite is u, maar we moeten ook, de secte van Trump onder ogen nemen. Zijn MAGA-secte. Niet te vergeten, met hun QAnon. Daar stonden, dames en heren, honderden mensen langs de weg op wat heet de Daily Plaza in Texas. Om blijkbaar wat zij noemen normale redenen. En nu komt het. Daar stonden ze te wachten op, of daar in Texas waar John F. Kennedy, JFK, werd geliquideerd. Pang! Doodgeschoten in 1963. En waarom deed men dat? Omdat deze Trump-aanbidders, deze leden van Trump's secte, zijn MAGA-secte, dachten dat JFK Jr., de zoon van JFK, die heel tragisch omkwam tijdens een vliegtuigongeluk in 1999, dat hij dat zulks in scène zou hebben gezet en dat hij op die dag zou terugkomen en proclameren dat hij de vicepresident van Amerika zou worden en Trump zou installeren tot president. En natuurlijk kwam hij niet. Hij is namelijk dood. En zo verzoek ik u om niet te geloven in de vele conspiratietheorie, ook van Surinamers, met name op YouTube, die op, of beter gezegd, u tegenkomt of in zo geliefd social media, die dan de ronde doen op social media. En ook dat niet over de president. Kijk eens aan. Facts matter. Huh? En president, mensen houden eenmaal, en dan kunt u de literatuur, of kunt u boeken even nalezen, houden eenmaal van populaire beslissingen. En die houden in, ze willen het voelen in de zak, in hun portemonnee, ze willen hun luxe, ze willen hun wegen prima chapeau hebben, hun schijn welvaart bestaan, willen ze in stand houden. Dat is nu eenmaal de realiteit. En voor de mensen, tot slot wil ik even aangeven een casus uit Liberia. Ik heb nog 3 minuten. Ik verzoek u, ook de nieuwe Chinezen die hier zijn gekomen, mensen uit Azië. Het blijkt nu, ook qua ebola in Liberia, ik kreeg naar Al Jazeera, is daar de meeste ziektes van dier
en meeste virussen van dier op mens overgaan. Hoe? Omdat wij allerlei rommel, nee, ik mag het geen rommel noemen, allerlei dieren willen opeten. Blijkbaar hadden de mensen, ik ben geen vegetariër, zou het ook nooit zijn. Maar blijkbaar hadden die mensen wel gelijk. Blijkbaar dat men apen, veel ziekte afkomstig van apen, overgaan tot mensen weer op duurder. Het blijft maar muteren, zoals COVID blijft muteren. Vleermuizen eten. En ook in Suriname, ik wil u, mannen dat er of zo, maar wordt luku, de usabi buideldieren opgepast met buideldieren. Fabigi waning, een kapassie. Jouw graman kapassie, nanga kapassie. Ik ben sumanami, maar alsjeblieft, laten die dieren in hun eigen leefomgeving hun doen. Maar vooral die buideldieren breken met virussen rond te lopen. De Manawa heel laboratorium virussen. Als zodanig in Liberia is dat ook gebeurd. In Atorif Ebola, Wamang, Allah in China Ebola heeft onderzoek gedaan. Je ziet daar op de markten, de wet market zoals ze heten, allerlei dieren. Je ziet apen, jongen, gedroogd, die snangen. Wat ook in Liberia is gebeurd, adel verplicht, dat moet ik ook zeggen. Voordat ik eruit vlieg. Amerikaanse eiland daar in Liberia, Clyde Inouambribi, hebben Amerikaanse wetenschappers daar decennia lang onderzoek op apen gedaan, met name hepatitis. Maar Samsa is af een continent dat de continent Centraal Amerika is nog erger. Die is erbracht op dat die oorlog in brok of door. Die Amerikaanse wetenschappers, de Mangwe, de Yapyapigo terug in de jungle, terwijl ze met allerlei ziektes ingespoten zijn. En wat deed de mens? Die mens zijn die apen gaan eten. Gevolg, yo dede, in een film, om de woorden van Bota Fatoen aan te halen. Kijk eens aan. Dus dames en heren, pas op, vooral wilde dieren, de ma bepaalde zijn in deze ching. Sanono de Jiva COVID, Matak Fleurmuizen, althans dat wordt beweerd. Maar we weten dat we allerlei rommel ons mik in douwen. Maar laten we die apen en die buideldieren, etcetera, met rust laten. En ik vraag de natuurliefhebbers, maar vooral de instanties. Hopelijk zijn jullie niet zoals de stichtingen van onze lieve minister en de bedrijven in slaap gevallen. Maar jullie moeten wakker blijven en mensen blijven waarschuwen en blijven blijven stimuleren om respect te hebben voor ons natuur. Maar als toppolitici dat niet doen, waarom zou de kleine man dat wel doen? Tot zover dan langs de weg. Voor vandaag, het ging hierop. Dankjewel, take care, till next time. I'm out. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.